het heerlijke toetje. Ja, ik heb een dessert weer met ijs. En dit keer is het appeltaartijs. Oh, appeltaartijs. Dat vind jij heerlijk. Oh. Het smaakt. Heb je die wel eens geproefd? Oh, ja. Heb je toch ook met, hoe heet je die nou? Stroopwafels, ja, heb je ook. Oh, mooi, ja. Ja. Heerlijk. Smaakt met allemaal pure heerlijke ingrediënten. Dus kaneelroomijs, appelroomijs. Je hebt het lekker neergezet. Ja. Ja, ik heb het lekker volgezet. Dat zeg ik toch. Als jij vast wat bolletjes naast die taart zou willen leggen. Graag. Dan wordt het een heel mooi dessertje. Gaan we straks wat mooie Marokkaanse mintthee bij maken. Ja. En dan kan het alleen maar goed komen. Oké. Okay. Ja, het gaat precies goed, hè? Top. Nou, ik ga je laten zien hoe ik die taart maak. Ik heb wat filo deeg bij de Marokkaan gehaald. Groot vel. Ja. En ingesmeerd met met gesmolten boter. Lukt ja. het? Ja. Nou, hier heb ik amandelspijs zelf gemaakt. Van amandelen heb ik fijn gedraaid in de mixer met wat suiker. Dat soort dingen. Ik heb wat kaneel en wat citroen toegevoegd. En wat sinaasappelbloesemade. Wat zoek je? Een lepel heb ik. Ja, gevonden. Nou, en het leuke is van die taart dat je dan dat filo deeg, daar leg je je. Zo, daar leg je je amandelspijs op. Lekker. Heerlijk. En als je hem heel even aandrukt, dan zie je dat hij eraan vastplakt. En als je hem vastplakt, dan kun je hem zo oprollen. Mm. Nou, ik heb er een paar in een ingevet bakblik gelegd. En die kun je eigenlijk zo tot een spiraal maken. Oké. Okay. Kijk, en elk puntje, dat druk je weer tegen een ander puntje aan. Ziet er lekker uit. Ja, en hoe denk je dat het gaat ruiken als je dit in de oven zet? Want ik doe er nu gesmolten boter weer op. En dan doe ik wat kaneel overheen. Het is overheen. Heel crispy, hè? Ja, de buitenkant is crispy. Mm-hmm. En de binnenkant, dat amandelspijs, dat droogt een heel klein beetje in. En dat geeft een hele mooie, volle, zoete smaak. Okay. Dat gaat hij overheen, hoe lang? Dan gaat hij ongeveer 35 minuten in de oven. En dan komt hij er zo uit? Dan komt hij er krokant geworden uit. Kijk, dit is hem. En dit is eigenlijk het bewijs dat Nederlands en Marokkaans op een dessertbordje hartstikke goed samengaan. Lekker met het ijs. Doe dat, want het is heerlijk.